De SP in Os vindt dat de gemeente meer moet doen voor het behoud en de bescherming van de bakenbomen langs de Maas. Het gaat om honderden populieren aan weerszijden van de rivier, vaak met een monumentale status. De partij heeft vorig jaar al vragen gesteld aan het college over de situatie van de bomen, die 80 tot 90 jaar oud zijn. Ze werden destijds gepland om schippers de loop van de rivier beter te laten zien. Volgens de SP hanteert de eigenaar van de bomen, Rijkswaterstaat, sinds de jaren 90 een uitsterfbeleid voor de bomen. En is dit in tegenspraak met het beleid van de gemeente Os? De gemeente wordt door de SP opgeroepen om samen met Rijkswaterstaat een plan te maken om de bakenbomen te beschermen en de open plekken opnieuw op te vullen. Volgens de partij geven de bomen een heel karakteristiek beeld dat uniek is voor West-Europa.